81 kreeg diabetes. Nou, tot 87 kwam ik verlamd in het ziekenhuis te liggen. En toen zei die dokter dus van, allemaal je eigen schuld. Je moet zelf maar je best doen. Op een gegeven moment weer verlammingsverschijnsel. Ik denk, dit is niet goed. Toen ben ik naar een andere internist gegaan. En toen kreeg ik de definitieve diagnose. U heeft MS. Nou kon die man wel zoenen, want ik vond het heerlijk. Want ja, ik had me 7 jaar lang niet aangesteld. Ze zeggen, je moet er maar geen leren leven. Maar waar leer je zoiets? Ik krijg zorg van hulpverleners. Maar ik vind steun bij mijn lotgenoten. Zelfhulp is anders. Alleen de bijsluiter ontbreekt. MS is een ziekte die je hebt en die in principe nooit overgaat. En hoe ga je daar dan mee om? Dat kun je vragen aan je arts, maar het blijkt uit de zelfhulpgroep die we zo dadelijk gaan bezoeken, dat het vooral heel fijn is om dat te bespreken met lotgenoten. Fijn dat jullie er met zoveel mensen zijn. En dan wou ik eigenlijk Piet het woord geven, want in feite is het wel zijn onderwerp. Het is begonnen bij mij toen ik 25 was. Toen kon ik al onduidelijk schrijven met mijn linkerhand. Ik was aan het hockeyen, ik zat in de meisjes A1 en een leuke stel meiden, gezellig altijd. En iedereen aan de lijn doen natuurlijk, toen was dat al. En ik was 17 en ik was aan het afvallen. En ik denk, wat raar. Ik eet genoeg, ik drink genoeg. Ja, heel veel drinken, water. En ik val maar af. Toch maar eens naar de dokter. En na een week lag ik in het ziekenhuis, want het bleek dus diabetes. En daar is mijn ziektegeschiedenis begonnen. Je bent dan vanaf je 17e bezig met ziekenhuizen, met artsen. Met begrepen worden, niet begrepen worden, zelfs erachteraan gaan. 7.2. Ik doe het HAVO-examen, daarna VWO-examen. Toen ben ik rechter gaan studeren. Nou, dat was één toffe ellende. Want ik was alleen maar ook met dat lijf bezig. Valt toch nog steeds een klein beetje terug. Dat is jammer dat die kuren dus niet geholpen hebben. Ik heb toen niks tijd. Op. Nee, want er zijn natuurlijk andere mensen waarmee je dat wel heeft geholpen. En met ook Steven Schoon. Als je met 30 man zit, hebben we 30 man. Mensen, andere klachten. Wie zijn er hier? Zijn dat nou alleen mensen die MS hebben? Nee, de helft is ook partner. Ja, ook de partners, ja, hè? Ja, ja. Ja, dat is heel bijzonder dat dat hier zo kan. Ja. Ja. Hoe is dat? Ja, eigenlijk is dat zo gegroeid en dat is niet meer dan normaal. En wij vinden dat ook wel gezellig. En partners zijn dus ook heel belangrijk voor mensen met MS natuurlijk. Hoewel er ook zijn, die hebben een partner, maar die wil daar ook niks mee te maken hebben. Het is ook een stimulans voor mij om het ook wel vol te blijven houden. Die fysiotherapie, dan denk je, ja, wat doe ik hier elke keer? En toen dacht ik wel zo, Gert Verderrie, maar nu ga ik er naartoe van, niet zeuren, doen, want je weet wat er gebeurt als je het niet doet. Het is use it or lose it. Wij ondersteunen elkaar, het is echt een lotgenotengroep, hè, een zelfhulpgroep. Maar iedereen heeft nog zijn eigen arts en zijn eigen neuroloog of zijn eigen huisarts. Ja, huisarts sowieso. Maar het is juist belangrijk dat mensen nou van, oké, je hebt MS, dat is heel vervelend, maar je leven is niet over. Ja. Probeer het bespreekbaar te maken, laat weten of wat. Is dat een medicijn misschien voor jou of is dat het? Ik ben 44, daar heb ik 14 maanden gespoten. Dat was dan 3 keer in de week moest je dan 's avonds. Zo'n spuit zelf in je been of in je buik jassen. In overleg met de neuroloog ben ik daar toen mee gestopt. Die dag na de rand was je helemaal niks. En 2 dagen na de rand was je weer beter. Maar ja, als je de helft van je leven een ellendige dag hebt, dan hoeft het mij niet. Ja, want inderdaad, als je dan gespoten hebt, dan krijg je gauw genoeg griepachtige verschijnselen. Ja. Mijn neurologen en de MS-verpleegkundigen staan er echt achter. En die juichen het ook erg toe dat wij dit doen. Er is iemand uit Asten, die kwam altijd in een rolstoel binnen. En op een gegeven moment kwam die lopend binnen.
Ik zei, zo, dat gaat goed met jou. Ja, zegt hij. Ja, die was dus ook maar eens aan fysiotherapie gaan doen. Want die hoorde dat zo, die enthousiaste verhalen van ons. En die neemt nou ook meer zelf initiatieven. Die heeft nou ook meer van, hè? Je moet er wel wat zelf ook voor doen natuurlijk. Al die dingen die ik dus gedaan heb, daar voel ik me eigenlijk nog steeds goed bij. Alleen, de ziekte staat niet stil. Je gaat nog wel achteruit. Dat merk ik dus wel. En maar ja, het feit is wel dat ik na 10 jaar nog steeds een beetje kan lopen. Daar ben ik wel heel blij mee. Dat koester je dan ook heel erg. Ik kan thuis ook een hele dag, dat zeg ik ook wel, heel de hele dag voor de geraniums gaan zitten. Maar dan worden allebei gek. Want dat is nou wel eens ooit een beetje, dat ik mijn eigen ook te veel mee ga moeien. Dat doe ik automatisch. Goed, dat zit in de naad van het beestje, zeggen ze dan bij ons. Ja, maar dat is, ja, zo zijn we elkaar toch eigenlijk. Je moet elkaar een beetje aanvoelen, vind ik, op dat gebied. En voor jou, Leni, wat is de oppepper voor jou hier, als je hier bent geweest? Oh, dat we toch best kunnen buurten zo over van alles en nog wat. Als jij kinderen hebt en je komt ergens wonen met kinderen, dan heb je veel andere contacten. Maar ik zit altijd met gehandicapten en ziekenhuizen en zo. Maar deze groep, natuurlijk, het is ook wel een MS-contactgroep. Het gaat wel om MS, maar ik heb niet het idee van dat ik alleen... Ik heb toch wel andere mensen leren kennen nu. Tini, hoe is het voor jou om hier je verhaal te delen? Dat vind ik wel heel belangrijk. Zo kun je bijvoorbeeld elkaar aanvullen met goede informatie. Wat ik bijvoorbeeld niet weet, kan een andere lotgenoot wel vertellen. Nou, we kwamen elkaar tegen bij de diabetesvereniging, want ik deed erg veel in Breda in het bestuur. En ik heb altijd gezegd tegen Albert, luister eens, je wist wat ik had hoor, toen ik je leerde kennen. Want toen had ik al MS, maar niet dat ik dus dusdanig gehandicapt zou raken. Maar ja, ik voel me eigenlijk nog steeds niet zo. Er zijn ook mensen die helemaal niet meer kunnen praten of heel moeilijk. En dat kan gelukkig dan wel. Want ja, dat zijn dan toch op een gegeven moment... daar stopt het dan. Hè? Als dit gebeurt, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar die leg je ook weer elke keer ergens anders. Maar nu heb ik zoiets van, als ik niet meer normaal kan praten en niet meer normaal kan duidelijk maken wat ik wil en hoe ik het wil, dan houdt het op. Ja, ik ben ook sinds een aantal jaar lid van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. Omdat, ik vind het toch heel belangrijk om zelf die autonomie te houden. Ik probeerde dat een keer te aanhanger te maken bij onze MS-contactgroep. Nou, nee, en hoe denk je wel? Nee, maar het zijn toch mensen die van je houden en het is toch zus... Ik denk, ik geloof niet dat ze daarop zitten te wachten. Kun jij hier ook bespreken hoe je je voelt? Ik voel me eigenlijk gewoon goed en sterk. Ja. Als ik hier zit, markeer ik voor mijn gevoel helemaal niks. Ja. Maar je moet me niet weg zien lopen. Ja. Dat zeg ik altijd maar. Ja. Nou, dat gaat dus niet. Hè. Het gaat wel, maar moeizaam. Wij zijn via de Nationaal MS Fonds vorig jaar zijn we naar een can-do weekend gegaan. En dat is een weekend, dat is 3 dagen. Dan worden de partners ook uitgenodigd en dan wordt gekeken naar wat je nog wel kan, zeg maar. En dan word je echt wel een weekend lang word je goed aangepakt met gesprekken en zo. En dan hebben we heel veel uitgehaald. Toen heb ik eindelijk eens goed kunnen zeggen wat ik eigenlijk wilde en eigenlijk hoe ik erover dacht. En het was ook een heel emotioneel weekend, ook van andere stellen. En we hebben toen afgesproken dat Albert alleen nog maar iets mag doen voor mij als ik het vraag. Want hij wil altijd maar alles doen. En dan denk ik, laat mij nou eerst zelf even proberen. Toen jullie voor het eerst hier naartoe gingen, hoe ging het toen eigenlijk met jou? Nou, ik denk ook niet zo goed. voor meerdere gezinsleden is het ook dat je in een put komt. Ja? Ja. Want je levert echt veel in, hoor. En zo is het niet te zien, maar... Op allerlei gebieden. Ja, op allerlei gebieden. Ik heb altijd het idee gehad
Ik mis een stuk. Ik sla iets over. Een normaal mens die heeft een fase. Dan gaan ze naar de school, middelbare school, studeren, trouwen, kinderen krijgen en verder. En ik had wel dat van school en studeren en een baan. Maar dat van kinderen krijgen, die fase van, hè, waar ik nou eigenlijk in zou moeten zitten, die heb ik helemaal overgeslagen. Die is niet, maar dat besef ik me nu, maar op een gegeven moment besefte ik dat niet. En dan denk ik, nou ja, dat komt nog. Totdat de schoonheidsspecialiste die mij opmaakte voor mijn huwelijk tegen mij zegt, oh, dan ben je net zo oud als mijn moeder. En toen schrok ik zo. Ik denk, oh, dan had ik al een dochter van die leeftijd kunnen hebben. Ja, en dan schrik je. Ik denk, oh ja, dat is voorbij. Dat is er niet meer. Dat is gewoon. En dat vind ik toch wel moeilijk. Omdat ze daarachter zijn gekomen. Maar ik heb nu zoiets van, ja, oké. Okay. Wat gaan we eraan doen? Gaan we zitten sikkeneuren de hele tijd? Of gaan we verder? Leuk is het niet, maar het is heel goed ze mee te leven. En dat vind ik ook met die diabetes. Dat is eigenlijk een aandoening. Dat is heel vervelend voor sommige mensen. Maar in godsnaam, doe er dan wel aan. Want er is zoveel aan te doen. En met MS is niks aan te doen. Ja, wat ik nu doe, dat is het onderhouden. Ik probeer nog zo goed mogelijk toch te bewegen en te doen. Want als je dat niet doet, ja, dan roest je vast. Maar er is nog zoveel wat ik eigenlijk wil. En dat nog niet gelukt is. Ik zou nog heel graag wat reizen maken. New York wil ik heel graag nog een keer zien. Maar ja, ik ben pas 48, dus. Bijzonder aan deze zelfhulpgroep is toch wel dat ook partners hier ervaringen kunnen delen. En ook een keer kunnen zeggen dat ze er moe van zijn of geïrriteerd. Maar vooral natuurlijk dat ze kansen horen die er weer zijn voor MS-patiënten. Volgende week weer een heel ander levensverhaal en dus ook weer een andere vorm van zelfhulp. Heel graag, tot dan.